Dit sleutelbeeld in het stadspark staat er al sinds 1994. Het is een van de vele staaltjes kunst die de gemeente rijk is. En ze staan op plekken waar iedereen ze kan zien. Voor de echte kunstliefhebber heeft Huizen een speciale beeldenroute uitgezet. Als je deze route volgt, dan krijg je een gevarieerd beeld van de kunstwerken. De wandeling bestaat uit twee delen. De eerste wandeling start in het gemeentehuis, waar je dus tussen haakjes alleen terecht kunt tijdens kantooruren. En de wandeling eindigt op de zomerkade bij het Gooimeer. Leuke tip voor een zonnige zondagmiddag of om samen met gasten te doen. Naast cultuur heeft Huizen heel wat natuur te bieden. Door de bossen en over de hei kun je uitgebreid fietsen en wandelen. Voor fietsers ligt er een gooilustroute en een erfgooiersroute klaar bij de VVV. Wandelt u liever, dan is de tocht door Gooise bossen en heiden van Laren Tafelberghuizen een aanrader. Die gaat langs heidepaden, cultuurgronden, een hertenkamp, een schaapskooi en andere mooie plekken. En over de Tafelbergheide dus. Een hooggelegen heidegebied ontstaan in de ijstijd. Met de Tafelberg letterlijk als hoogtepunt. 36,4 meter boven NAP. En daarmee het hoogste punt van het Gooi. Opvallend zijn de vele kuilen in het heidegebied. Meestal zijn het leemkuilen waar de bewoners van het Gooi vroeger de leem vandaan haalden om er de vloer en het erf van hun boerderij mee te verharden. Het aardige is dat er in en om die kuilen tegenwoordig plantjes groeien die je nergens anders in Nederland aantreft. Wat me weer eens aangeeft hoe bijzonder Huizen is. Een dynamische gemeente omarmd door de natuur.